Alle kinderen van de school met de Bijbel gaan op excursie. Ze krijgen uitleg over de dijkversterking van de Spuidijk. En zo blijft de dijk intact. En dat zijn eigenlijk alle activiteiten die we gaan doen. Je hebt een zandkern, kwijt je weg, daar komt de klei, chill onderheen. En dat houdt het water tegen. Naast de klei komen er ook, wij noemen dat oeververdediging. Dat wil zeggen extra betonnen bandjes dat de klei het water tegenhoudt. Dus dat is eigenlijk voor de kern van het verhaal wat wij gaan doen. Wat wij aan de X-mede aan het doen zijn hier. Ik zeg altijd, het is net een soort laptop, je kunt er ook dingen in op veranderen, ik kan ook hoogtes veranderen. Het makkelijkste is, we hebben eigenlijk geen tekening meer nodig op het werk, we kunnen hier zit eigenlijk alles in, kan ik precies zien waar er alles komt. Dus dat is eigenlijk het makkelijke. Deze komt bovenop de dijk te liggen. Maar die helpt niet mee aan de stabiliteit van de dijk. Daar zijn deze. En hoeveel weegt hij? Ik heb 99 kilo. Hoeveel? Ja, 99. Niemand kan hem optillen. Gevaarlijk. Die is voor mij. We gaan vanmiddag wegen hoe zwaar die steen is. Oké. Ja. Ik denk toch wel 100 kilo. Toch wel 100? Ik heb 101. Ik denk iets minder. Ja, nee. Hij heeft bijna niet. Jongen, de vlot is sneller dan de tunnel. Ik voel het niet. Ja, minimaal. Ja. Zeg, voor jullie weggaan wil ik wel weten hoe zwaar die steen nu precies is.